een persconferentie gaf de archeologische ploeg van Solva tekst en uitleg over de opgravingen op Doornoord. Tegelijk stelden zij en het stadsbestuur het programma voor van het reenactment 1692 op 15 en 16 juni. Schepenhouwer Evenepoel, bevoegd voor archeologie. Wat is het belang van deze opgravingen voor Ninove? Het belang is dat we een stuk uit van onze geschiedenis kunnen reconstrueren. Dus het is niet alleen deze opgravingen, maar er zijn intussen de laatste jaren al een aantal opgravingen geweest. Er zijn er nog andere lopende. En dat is toch wel boeiend dat je linken kunt leggen tussen het een en het ander. Dat je oude prenten ziet of oude verslagen ziet die bevestigd worden door wat nu opgegraven wordt. Bart Gerreté, de opgravingen op Doornoord hebben toch wel wat interessante vondsten opgeleverd. Jazeker, ja. Er zijn uit verschillende periodes resultaten gekomen. De oudste die gaan terug tot 4.500 jaar. Het zijn grafheuvels uit de late fase van de steentijd zelfs. Er zijn ook sporen van Romeinse nederzettingen aangetroffen die ons ook veel gaan leren over hoe het leven er in die periode hier in onze streken uitzag. En dan uiteraard de militaire kampementen waarvan er heel wat sporen zijn teruggevonden en die toch eigenlijk echt wel een verhaal, een vergeten verhaal eigenlijk weer volledig tot leven brengen. Ja. En wat gebeurt dan met die opgravingen? Naderhand. Wel, dus alles wordt in kaart gebracht. Hè. Dus wij registreren al die archeologische sporen, wordt ook allemaal gefotografeerd, beschreven, vondsten worden ingezameld. Die zaken worden dan nadien op bureau, want na de opgraving is het werk uiteraard nog niet gedaan. We moeten dat ook allemaal rapporteren. En na de opgravingen komt er nog een ganse rapportagefase aan te pas. Het is vaak ook pas op dat moment dat we echt ten volle gaan begrijpen hoe die sites in elkaar zitten. Nu, die vondsten die blijven ook bewaard. Hè. Dus die worden gedeponeerd en die komen terecht in ons onroerend erfgoeddepot, en dat is in Erenbodegem. Er blijkt ook wel wat internationale belangstelling voor die opgravingen. Ja, de militaire kampementen spreken alleszins wel tot de verbeelding. Dat heeft wellicht ook wel te maken met het feit dat die militaire aanwezigheid bestond uit heel wat verschillende nationaliteiten destijds. Dus, en dat trekt natuurlijk ook wel de aandacht vanuit het buitenland. En zeker ook de vondsten op zich, die zijn toch wel opmerkelijk genoeg. We hebben heel wat contact met buitenlandse onderzoekers die toch in de resultaten van deze opgraving geïnteresseerd zijn. Arne Verbrugge, 1692, 1693 is blijkbaar een merkwaardige periode voor Ninove, de omgeving toch? Ja, uit die periode hebben we de resten gevonden van een heel groot kampement die in Ninove was gelegerd. Het is de resten van het leger van de Grote Alliantie, heet men dat. Dat was eigenlijk een coalitie die tegen Louis XIV was gericht. Dat leger bestond uit een 60.000-tal soldaten die hier waren gelegerd. Dus dat moet een enorme impact hebben gehad op de lokale bevolking. Ja, ja, blijkbaar niet elke plaats kan dat soort kampementen herbergen. Nee, de plaats was heel goed uitgekozen. Net buiten de stad, op een heel hoge plaats in het landschap. Naast de Dendervallei en naast de oude baan naar Aalst. Dus een heel strategische plaats. Er blijkt ook een band of een verband met de opgravingen aan de Kloosterweg te zijn. Ja, het leger stond onder leiding van de koning, koning Willem III van Engeland. En die was hier ook aanwezig en die zou in de abdij verbleven hebben, in de gasten verblijven. Dus ja. Mogelijk deze die opgegraven zijn geweest. Ja. Ik neem aan dat nog verder opgravingen nog andere zaken zullen aan het licht brengen. We moeten ook nog Romeinse sporen aan het licht brengen. We weten dat die er zitten door het vooronderzoek. Er zit nog een Romeinse nederzetting op de locatie ook, die we moeten onderzoeken. Voor Romeinse nederzettingen was dat ook een ideale plek? Eigenlijk niet echt, omdat er heel weinig water is en meestal gaat men zich eerder in de valleien gaan vestigen. En het is eigenlijk maar in de Romeinse periode dat men logistiek heel erg sterk is en dat men er ook in slaagt om dergelijke meer marginalere gronden te ontginnen.
Het is een verplichting om bij grootschalige bouwprojecten een vooronderzoek te doen en een archeologisch onderzoek. Dat kost natuurlijk wel geld. Dat kost inderdaad geld en dat geld moet ergens vandaan komen. Het is alleen jammer dat de Vlaamse regering daarvoor niet de steden en gemeenten de nodige ondersteuning, financiële ondersteuning geeft. Vooral omdat de streek rond Ninove blijkt toch op vlak van archeologie zeer interessant te zijn. Om je maar een voorbeeld te geven, we hebben opgravingen ook moeten doen voor de KMO-zone aan de Kapittelstraat in Appelterre. Daar heeft men ook zaken gevonden. Men is nu bezig ook met opgravingen te doen voor nog maar in de Leebeke het terrein voor de hockey dat daar komt. Dus dat is ook weer eens €250.000 dat moet gevonden worden. Dus dat tikt wel aan op de duur. Ja. Als men linker kan liggen en wij denken dat maar... Jolande Kempeneer, 15, 16 juni, dat wordt toch wel qua evenementen een topper. Sowieso. We voorzien ongeveer een 70-tal reenactors, ook een ambachtenmarkt met minstens 20 personen. Dus het is zeker eens de moeite om eens te passeren, om allerlei demonstraties te zien, van piektrainingen tot kanonnen, geweren, paarden. En de ambachtenmarkt met allerlei, zoals mede, beenbewerking, allerlei. Zeker eens langskomen. Kunnen we dan ook de opgravingen, of de resultaat van die opgravingen, wat men heeft bovengehaald, kunnen we dat dan ook bekijken? Jazeker, we voorzien een ganse archeologische rondleiding doorheen de hele site. Een paar belangrijke vondsten die we laten openliggen. Het gaat over de hele periode, niet alleen in Ninove 1692, zowel de Romeinse periode als de late prehistorie. En jullie zakken dan nog af naar de graanmarkt? Ja, zaterdagavond rond 7:45 vertrekken we samen met de reenactors, toch een groot deel van, naar de graanmarkt om daar gezellig samen te zijn met de gewone persoon uit Ninove. Maar je kan dan toch wel veronderstellen dat men met die resultaten in Ninove zelf iets zal aanvangen. Absoluut, dat is ook de reden van deze reenactment. We willen met deze activiteit de burgers op het terrein krijgen, zodanig dat de interesse echt gewekt wordt. En het wordt een prachtige activiteit. Ik denk dat daar nog jaren zal over gepraat worden. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.